Peter, ben jij ook opgegroeid met het lieflijke draakje Spyro? Ik heb de game nog nooit in mijn hele leven gespeeld en ik kan dat uitleggen. Want ik had namelijk een Nintendo 64 en geen PlayStation 1. En laten we eerlijk zijn, Spyro the Dragon was voor de PlayStation game een beetje het halfbakken excuus van wij hebben nu ook een platformer. Terwijl op de Nintendo 64 echt 100 keer betere games hadden als Banjo-Kazooie en Donkey Kong 64 en zo. Super Mario 64. We hadden veel betere games en zij hadden dan Spyro, nou super schatten. Weet je, net als dat ze nu zeggen, Killzone is onze Halo, weet je. Mag niet in de schaduw staan. Maar goed, maakt niet uit. Ik speel Spyro dus vandaag voor het eerst. De Reignited Trilogy, alle drie de games in een nieuw sausje. En ik vind het echt super vet. Ja, het ziet er allereerst gewoon heel erg mooi uit. Ja. Vol van kleur. Ook bijna een soort van zacht, dromerig bijna, ja, zou ik zeggen. Er zit ook een soort kleine blur effect in als je de camera draait. Dat zit er ook in. Het ziet er ongelooflijk mooi uit. Ze hebben het vanaf de grond afgebouwd. En Activision heeft een heel groot voordeel. Want vroeger konden ze inderdaad niet in de schaduw staan van Banjo-Kazooie en zo. Maar tegenwoordig komen er helemaal geen platformers meer uit. Nee, de platformers zijn dood. De platformers zijn dood. En pas op, Super Lucky Steel. Ja, nee. En die andere, die ik nog heel raar moet spelen. Nou goed, van de makers van Banjo. Maar goed, ukulele. Anywho, die zijn er gewoon niet meer zoveel. Dus Spyro komt heel erg goed tot zijn recht. Behalve het eerste deel. Dat is gewoon echt te simpel. Het eerste deel van Spyro was gewoon een soort open leveltje waar je zoveel mogelijk dingen moest verzamelen. Maar vanaf deel 2 en deel 3, dat waren heel story-driven games. En ontzettend leuk om te spelen. En dat is het eigenlijk nog steeds. Maar dus even voor de goede orde. Ze veranderen dus gameplay technisch helemaal niks aan die eerste drie delen, toch? Nee, helemaal nul. En je merkt dat ook heel erg. Dat er vroeger meer liefde en aandacht aan platformers werden besteed. Want bijvoorbeeld toen bestonden ze nog. Bijvoorbeeld deel 2 had heel erg een focus op minigames. Dat is heel erg tof. We hebben geskateboard. Dat was trouwens deel 3. Maar die hebben heel veel minigames in deel 2. En deel 3 focust er juist heel erg op dat je met heel veel andere characters zou kunnen spelen. Elke Spyro-game had zo zijn eigen soort van ding. En ja, ik vind het ontzettend knap hoe ze dit hebben gedaan. Want ze hebben die game gewoon opnieuw gemaakt. Ik bedoel, dit is niet een nieuw sausje zoals we heel veel... Het is de Crash Bandicoot soort van policy, de Crash Bandicoot manier van dingen aanpakken. Ja, dat is zo. Ik wil het eigenlijk nog beter vergelijken, want Crash Bandicoot was wel een beetje makkelijker remake, want dat is allemaal vaste levels. Het is meer Resident Evil 2, dat is nu ook een hele goede remake. Van Resident Evil 2 is ook gewoon een hele goede remake en dit is hetzelfde kaliber. Weet je, het is zo mooi gemaakt dat je je heel nostalgisch voelt. Weet je, zonder dat het off voelt. Zonder dat jij het überhaupt hebt gespeeld. Ja, ik heb het nooit gespeeld. En toch nostalgie. Ja, maar ik ga dit ook oprecht spelen als de game komt in november. Want ik vind een goede platform stof, ik vind het leuk. En Spyro hoort daar gewoon bij. En het is gewoon zo schattig. Het is alsof je naar een tekenfilm kijkt. Ja, lekker toch? Een beetje relaxed. Voice acting is vet nog steeds. Het is gewoon echt goed. Zijn nog de originele bestanden, helemaal distorted 32-bit audio? Nee, het klinkt allemaal fantastisch. Nee, niks kwaad te merken. Het voelt als een nieuwe game. Oh, en het verschijnt natuurlijk ook gewoon op Xbox One. Op Xbox One, sterker nog, ze hebben volgens mij een deal met Xbox One. Wat wordt hier over op een Xbox gespeeld? Hij komt uit op Xbox One en PlayStation 4 in november. Waarschijnlijk ook PC dan toch uiteindelijk wel? Ja, nee. Crash wel. Ja, maar deze niet. Oh, wat apart. Nee, ja, misschien ooit, maar nu niet. Oké. En daar heb ik heel veel zin in. En trouwens, ik vind even één dingetje nog. Superleuk voor Activision. Superleuk van Activision. Ja, ik sprak met de PR-guy van Activision die zegt, we hebben een hele nieuwe vibe. Want hier hebben we Sekiro staan en hier hebben we Spyro staan. Terwijl voorheengaande jaren was gewoon, Activision was alleen maar American Destiny, Call of Duty. En nu hebben ze gewoon Spyro en een Japanse game hier staan. Het maakt Activision menselijker en gezelliger. Ja, nu is EA de gebeten hond. EA? Bestaat dat nog? Dat zeiden we 2 jaar geleden van Activision.